Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Vandaag hebben we iets echt wel cools. En ik zeg dat best wel vaak natuurlijk, dat iets heel cool is. Maar dit is het ook wel. Dit is van de Looney Tunes. En dit is mini golf. Het is een mini kauwgomballenautomaat. Je kunt mini golf spelen. En daar kun je dan kauwgom mee krijgen. Kauwgomballen zitten er natuurlijk ook bij. En dit komt uit China, dat speelgoed. Jullie herkennen Bugs Bunny waarschijnlijk wel van de Looney Tunes. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dit gaat. Hier zie je wat er moet gebeuren. Je moet kauwgomballen erin doen. Dan kun je minigolf spelen. En daarna moet je zorgen dat je de hole kunt raken. We gaan dat natuurlijk ook even proberen. Waarschijnlijk kun je hem ook wel navullen met andere kauwgomballen als ze op zijn. Dus even kijken hoe dat werkt. Je kunt hier aan het hendeltje draaien. En oeps, ik weet niet of ik het nu al kapot heb gemaakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, ik weet niet wat hiermee aan de hand is, maar we gaan het zometeen zien of het wel allemaal nog werkt. Ja, ik zou hier aan moeten draaien. Of dit in ieder geval los moeten laten zometeen. Maar er gebeurt hier helemaal niks. Hier komen normaal gesproken de kauwgomballen uit. Goed. En ik denk dat we ze er hier in moeten doen. Maar ik snap niet helemaal hoe dat moet. Ah, kijk. Nu kan ik de kauwgomballen erin doen. Ik heb het vakje open gekregen. Dit was wel natuurlijk een absolute fail. Als dit nou gelijk al kapot is, zou dat toch wel vervelend zijn. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Zucht. Ja, ik heb in ieder geval wel de kauwgomballen uit het zakje gekregen. Dat is in ieder geval iets. En dan doe ik die hierin. Zo, en dan moet het hier eigenlijk doorheen komen, maar ik begrijp niet helemaal hoe dat zit. Ik zou zeggen, dit is natuurlijk wel een hele grote faal. Ik heb dat ding dus blijkbaar al gesloopt aan het begin. Ik wilde dus minigolf spelen, maar ik geloof dat ik gewoon golf heb gespeeld. Gewoon veel te hard aan het hendeltje getrokken. En toen is hij dus blijkbaar kapot gegaan. Het klemt ergens. En het lukt dus niet om een kauwgombal eruit te halen. Het is op zich wel een leuk idee natuurlijk. Maar ja, we hebben natuurlijk helemaal niet kunnen zien hoe die minigolf speelt. Jammer. Maar toch kunnen we proberen hoe de kauwgomballen smaken. Het zijn meer snoepjes dan kauwgompjes. Maar ze zijn wel lekker in ieder geval. Dit was in ieder geval een minigolf kauwgomballenautomaat die ik gelijk gesloopt heb aan het begin. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar normaal gesproken komen ze hier uit. En dan wordt daar golf gespeeld en dan komt het uit dat vakje rollen. Het is natuurlijk jammer dat ik dat niet kon laten zien. Maar ja, die dingen gebeuren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!